onze coach Jos Folders met de besprekingen voor de tweede helft. En ook aan de overzijde Norberto Huffling en Fernand Bonen in het kamp van de vijand. Ondanks de hoge temperatuur zagen er ruim 20.000 toeschouwers toch een mooie eerste helft. Ook in de tweede helft zorgt VTM voor het eerste gevaar. Luc Hendricks in één tijd, maar naast Hendricks ook de maker van het eerste doelpunt. Wat later opnieuw een goede actie van Hendricks. En invaller Mondevos zorgt voor een comfortabele 3-0 voorsprong. Een bijzonder mooie actie, de voorzet van Luc Hendricks. En prima afgewerkt door Mondevos. Bart voor de derde keer geklopt. De inspanningen beginnen stilaan hun tol te eisen bij Johnny Thio. Hij wordt vervangen door Fons Bastijn, die nog maar eens mag opdraven. Corner voor IPA met Julien Kools dan. Roger van Gool kan er niet bij. Dirk Hendricks wel, maar hij besluit in het zijnet. Maar de IPA-dreigingen worden feller. Roger van Gool naar Dirk Hendricks. Die staat helemaal aan de linkerkant. Een prima lopbal dan van Dirk Hendricks over doelman Hugo Pieters, de vervanger van Birger Jensen, en 3-1. Hier nog eens de mooie lopbal van Dirk Hendricks. En van hieruit is het nog mooier. Verheijen stuurt dan Simon weg, op weg naar een 4-1, maar Jan Simon besluit veel te hoog. De tegenactie dan met een ren van Julien Kools. Afgeweken, Kools terug tot bij Danny de Kubber. Met een typisch hardschot van hem. Afgeweerd op de doelman, maar daar staat Dirk Hendricks weer in de rebound. Zijn tweede goal, 3-2. Het afgeweerde schot van de Kubber en Hendricks met zijn tweede doelpunt. VTM voelt de hete adem van IPA in de nek en gaat op zoek naar een wat veilige 4-2 voorsprong. Henk Gouwaard bedient Hendricks. Jan Simon dan, maar via de vingertoppen van Bart voorlangs. Geelblauw 3-2 achter blijft in zijn kansen. Geloven Tierentijn naar Roger van Gool. Met nummer 18 van Gool, een mooi nummertje. Heeft de gelijkmaker aan de voet, maar de bal wordt van de lijn gekeerd door kantine-uitbater Erik van Vijven. Roger van Gool met een kans die hij 15 jaar terug zeker niet zou missen. Hier de herhaling, wel voorbij de doelman, maar niet voorbij de kantinier. Al de laatste minuut al en een corner voor IPA met de bal naar Raoul Lambert, onderuit gehaald door René Verheijen. En dat is uiteraard een penalty. Geen twijfel. De fout van René Verheijen op Raoul Lambert en de kans op 3-3. Birger Jensen heeft intussen opnieuw post gevat in het doel met tegenover zich Raoul Lambert. Meters over, maar wat zegt de scheidsrechter? Jensen is te vroeg weg en Lambert krijgt een tweede kans tot grote woede van Birger Jensen. Maar Jensen was niet te vroeg weg. IPA krijgt de gelijkmaker cadeau. Lambert met een tweede kans. Nu wil raken en zo eindigde deze oude glorie ontmoeting tussen IPA en VTM op een 3-3 gelijkspel na een bijzonder aantrekkelijke wedstrijd. Tja, en ook na die veteranenmatch kregen de 25.000 toeschouwers nog spektakel op Olympia. Dat was eigenlijk geen verrassing, want met FC Barcelona kreeg Club Brugge een andere aanvallende ploeg op bezoek. De Spaanse landskampioen van trainer Johan Cruijff kwam in de vriendschappelijke partij niet verder dan een 1-1 gelijkspel. U krijgt nog eens de hoogtepunten en heel wat commentaren na de wedstrijd.
En club mocht tevreden zijn over zijn jubileumwedstrijd, vooral dan wat de eerste helft betreft. Op het kwartier dit schot op de lat van Lorenzo Stales. En bij een nieuwe actie was Stales weer gevaarlijk, maar zat Andoni Subizarreta er goed tussen. Ook Danny Verlinde liet voor de rust zien dat hij bij de beste Belgische doelmannen behoort na een save op dit schot van de Deen Laudrup. Met nummer 10 is dit Richard Witsche, de nieuwe aanwinst van Barcelona. Witsche is 21 en werd voor 140 miljoen van Ajax naar La Barça getransfereerd. Zijn droom ging in vervulling. Ja, ik had er natuurlijk altijd van gedroomd om weer onder Johan Cruijff te trainen. Ja, drie, vier weken geleden belde hij me op of ik zin had om erheen te komen dat hij alles in het werk kon stellen om het te halen. Dus, en het is gelukt, dus ik ben heel erg blij. Bijzonder zware onderhandelingen heb ik gelezen, 8 uur aan een stuk bijna in het hotel in Barcelona. Ja, we hebben over contractbesprekingen gehad en het is van 5 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts gegaan. Maar natuurlijk, je hebt nog allemaal bijdingetjes bij het contract wat allemaal goed doorgenomen moet worden. En ja, dan wordt er een soort spel gespeeld en dan loop je weer weg en dan loopt hij weer weg. En het is een soort spel wat heel lang duurt, maar alles is goed op zijn pootjes terechtgekomen. Ook Johan Cruijff is bijzonder tevreden met Witsche, die nogthans een slecht seizoen zijnde kende bij Ajax. Het gaat om de kwaliteiten die iemand heeft. Je kan een beter seizoen hebben, minder seizoen hebben. Er kunnen details niet kloppen. Het gaat om de basiskwaliteit. Ik denk dat hij veel basiskwaliteiten heeft. En zoals vanavond ook, heeft hij die ook weer laten zien. Zowel verdedigend aanvallend speelt hij dus op zijn gemakje mee. Geeft altijd wel 3, 4 passen waardoor iemand alleen voor de keeper komt. Ik denk dat hij een goede schiet 2, 3 keer op goal. Zou er wel of niet in gaan, is een ander verhaal. Maar ik denk dat je zeer tevreden kan zijn over. Als eerste heb ik het WK meegemaakt, is vrij jonge jongen. En, met de trainingen stond ik tegenover Ruud Gullit. Nou, die bleef lopen en ja, dan loop je al op je tenen. En ik heb alle wedstrijden meegedaan. En daarna ging ik samenwonen. Daarna ging ik trouwen en daarna kreeg ik een kind. Dus daar ben je allemaal mee bezig en het gaat in je hoofd. En daarom is het laatste half jaar wat minder gegaan. Maar bij Barcelona draait het dus behoorlijk met Witsche en met de ploeg. Ondanks dat Barcelona na ruim 20 minuten op achterstand kwam via een mooie goal van Vital Borkelmans. Brugge speelde dus een erg behoorlijke eerste helft, al moet de nieuwe spits Tomas Tchoubinski zich nog goed in de ploeg integreren. Dit waren zijn twee enige kansjes, voor de rest was hij onzichtbaar. Voor het moment denk ik dat bij Thomas vooral de frisheid een beetje mankeert. De jongen is gestopt op einde juni. Hij is dan een week in vakantie geweest of heeft een week niet gevoetbald en is dan weer met de nationale ploeg van Polen voor 12 of 14 dagen naar China vertrokken. Hij heeft dan 2, 3 dagen vakantie weer gehad en dan is hij weer beginnen trainen. Dus voor het ogenblik heeft hij een beetje, of mist hij een beetje de frisheid. Maar ik denk toch dat iedereen gezien heeft dat wij met Tchoubinski een explosieve spits hebben. En die op bepaalde momenten heel snel uit de startblok kan schieten. En dat is iemand die gaat passen in het spel van Club Brugge. Wij zullen nu de volgende dagen toch wat meer rust geven dan de andere spelers. En ben ik er vast van overtuigd dat hij vrijdag fris en wel aan de aftrap staat. Maar die frisheid ontbrak bij heel Brugge na de rust. En de Catalanen zetten hun veldoverwicht na een kwartier in de tweede helft. Om in het gelijkstellende doelpunt via de Bulgaar Stoichkov. We hebben natuurlijk op 2 wedstrijden tegen 2 heel goede ploegen gespeeld. Zowel Anderlecht als Barcelona vandaag. En de tweede helft heeft de wedstrijd van Anderlecht zich een beetje gevreekt. Wij hebben niet de mensen in de ploeg zoals Barcelona, zoals Anderlecht heeft, die weinig balverlies leiden. En daar zijn we toch nog een beetje niet te zorgvuldig in. We verliezen veel ballen op slechte momenten. Dat kost kracht. En dat kun je dan de tweede helft niet meer opbrengen, omdat er natuurlijk verleden woensdag ook een zware wedstrijd is geweest. Maar over het algemeen ben ik toch heel tevreden. Ja. Het frisser spelende Barcelona kwam nog het dichtst bij de winning goal, maar de paal stond voor Stoichkov in de weg. En hoe zit het met de conditie van Ronald Koeman? Hij begint aan zijn derde seizoen bij Barcelona en heeft nog wat goed te maken.